Goedemorgen iedereen. Zoals jullie vast al kunnen zien, ben ik niet thuis. Ik ben namelijk op vakantie op Bali samen met mijn vriend. We zijn een aantal dagen geleden begonnen al in Jakarta zijn we geweest. Nu zijn we alweer een aantal dagen op Bali. Om te gaan vloggen, maar omdat we de komende 2 dagen best wel leuke dingen op de planning hebben staan, dacht ik, oké, ik wil misschien toch wel even de camera bijpakken en gewoon wat kleine stukjes filmen en dat gewoon verzamelen in 1 vlog. Dus ik hoop dat jullie het leuk vinden om te zien wat ik zoal hier op vakantie doe. En ja, bij deze de intro en ik ga jullie gewoon de komende paar dagen gezellig meenemen. Hallo iedereen, we zijn inmiddels denk ik 2 uur verder. We zijn op de motor dus naar Ubud gereden en dat was denk ik ongeveer 1,5 uur. En nu zijn we bij de Ridge Walk en daar hebben we net volgens mij, hebben we 1 kilometer gelopen? 1 kilometer gelopen en ik trek het zo ontzettend slecht. Ik moet zeggen dat ik op camera nog niet eens zo heel erg uitzie, maar in het echt ben ik echt aan het doodgaan. Dus we kwamen nu een soort van leuk tentje tegen, zijn we heel even gaan zitten en eventjes opladen, wat drinken, want ik heb super dorst. En dan gaan we verder lopen. Dus het is hier echt mega groen, mega warm ook en overal heb je echt prachtig uitzicht, want je kijkt overal heel erg mooi naar beneden en verderop. Dus ja, super mooi om te zien in ieder geval. Maar nu eerst eventjes uitrusten. Ik heb een lekker kokosnootje besteld. Zo ontzettend lekker hier. En ik krijg ook nog een mooie bloem bij. We zijn aangekomen bij de rijstvelden en we hebben eerst even een ijsje gehaald. En ze hebben hier dus, misschien ook wel in Nederland, dat weet ik niet, Magnum Red Velvet. Dus ik ga hem eventjes proeven, want ik ben heel erg benieuwd waar dit naar smaakt. Wow. Oké, ik vind het lastig om te zeggen waar die echt naar smaakt. Maar het smaakt een klein beetje naar chocola, maar er zit natuurlijk ook chocola omheen. Dus Red Velvet, niet echt. Leuk idee, dat wel. Maar aan de andere kant, ik sta eindelijk wel op een hele mooie uitzichtplek op de rijstplantage. Dit is wel echt heel erg gaaf. Daar beneden loopt allemaal mensen. Wat ook wel leuk is, is daar bij dat gekleurde heb je een schommeltje met Love Bali. Dus daar kun je een hele mooie foto maken. Ik weet niet of ik even kan inzoomen. Daar zie je het een klein beetje. Zo, we lopen nu eigenlijk op de rijstplantage. Het ziet er echt mega mooi uit. Wel vrij commercieel, aangezien ze bijna op elke hoek om geld vragen. Oh, er is zojuist gewoon zweet in mijn oog gelopen en ik heb gewoon pijn in mijn oog van het zweet. Oh. Het zweet gutst echt van mijn lichaam af. Het is hier zo warm. Wel heel erg mooi. Oh ja, hier. Oh. Maar ja, hier doen we het voor.
Goedemorgen iedereen, het is vandaag de tweede dag. Ik ga eventjes op de trap zitten. De tweede dag dat ik aan het vloggen ben. En ik heb gisteren niet meer gevlogd nadat we terugkwamen van de rijstplantage. Ik kreeg een beetje hoofdpijn. We moesten echt nog 1,5 uur terugrijden naar het hotel. Dat was best wel heftig en pittig. En wat je wat trouwens je ook is, het wordt hier echt anders, een uur of 6, 7 wordt het wel echt gewoon goed donker. En helaas kan deze camera waar ik nu mee film gewoon niet zo heel erg goed slecht licht hebben. In tegenstelling tot de vlogcamera die we meestal gebruiken. Maar dit is een camera met ook verwisselbare lenzen. En dat leek mij fijner voor echt foto's maken. Dus vandaar dat ik deze camera gebruik. Af en toe hoor je dit gekletter. Ik weet het. Sorry daarvoor, maar ik kan het gewoon niet veranderen aan deze camera. Dat is gewoon waar het hele touwtje en dergelijke aan vast zit. Dus dan weet je dat. Vandaag gaan wij dus naar Lemongang. Dat is een ander eiland en dat is ongeveer 30 minuten met de boot. Dus daar heb ik heel veel zin in en ik zit momenteel op de trap, want het leek me leuk om jullie ook nog eventjes een beetje wat van het hotel te laten zien. En daar ga ik zelf ook nog even foto's van maken. Dus ik dacht, nou sla ik meteen 2 vliegen in 1 klap. We gaan eerst eventjes beneden kijken en dan gaan we helemaal naar boven. Dit is een hele lange gang. Hier is trouwens onze kamer, 207. Marie ligt nog momenteel half te slapen in bed. En ik was eigenlijk best wel vroeg wakker, dus ik dacht, nou ik ga er lekker op uit. Hier zie je het zwembad. Super gaaf. En hier om de zijkant zie je het konijn waar ik een foto mee heb gemaakt. Ik weet niet of jullie die gezien hebben, anders zal ik hem eventjes in beeld zetten. Maar dit is wel heel erg cool. Dat is het zwembad dus. De shack, dat is de rooftop. En daar heb je ook heel veel leuke dingetjes. Dus we gaan eventjes de lift pakken. Oké, ik ben nog een beetje vroeg bij zo te zien. Want ze zijn nog een beetje aan het schoonmaken. En dingen liggen hier nog onder het plastic. Tadaa! Dat is de zee. Het lijken hele donkere wolken en het lijkt op de camera erger dan het echt is. Maar het is wel bewolkt, ja. En dan is dit verder uitzicht. Hier kan je normaal op liggen, dus er liggen van die grote matrassen op. Ik denk dat die daaronder liggen nu. Dus hier kan je echt super lekker chillen. Daar heb je de shack die dus normaal open is. En dan kan je allemaal drankjes bestellen. En dan komt er ook muziek vandaan, leuke lampjes. En als je wilt kun je ook hier lekker in de soort van grote jacuzzi zwembad gaan. Dus dat is ook wel heel chill. Oorspronkelijk waren we van plan om gewoon een dagje naar Lemongang te gaan. Maar we kwamen erachter dat de een rit naar de haven en de boottocht toch best wel prijzig waren. Nu hebben we gelukkig wel nog een deal weten te sluiten voor echt de helft van de prijs. Dus het komt volgens mij op 30 euro nu in totaal. Wat best wel goed is. Maar we hadden gisteren al, of eergisteren is dat inmiddels, ja. Eergisteren hebben wij een hotelletje daar geboekt, zodat we er echt gewoon een volle dag van kunnen maken. Want als je zeg maar weer vanaf het eiland terug naar Bali wilt komen, dan zou de laatste boot alweer rond 4:30 in de middag gaan. We vonden het eigenlijk best wel zonde, omdat de prijs toch al best wel prijzig was. Dus wat we hebben gedaan is gewoon even een hotelletje geboekt op het eiland. En we hebben er echt eentje gevonden voor 40 euro, inclusief ontbijt. En het is een superleuk huisje, dus dat, ja, we maken er nu echt gewoon een dagje van. En ik heb er heel veel zin in, dus ik ben heel erg benieuwd hoe het straks is. En ik ga jullie natuurlijk meenemen, want dat leek me heel erg leuk. Kijken hoe ontzettend blauw het water is. Zo ontzettend mooi. Nou, we zijn aangekomen in onze accommodatie. We verblijven in Dream Beach Kubu. En dat is gewoon een soort van plek, een soort van resortachtig iets met allemaal van die kleine huisjes. Dus dat is waar ik nu sta. Ik zal jullie meteen eventjes een kleine mini tour geven, aangezien de kamer nu nog helemaal ongebruikt is en aka niet rommelig. Dus dit is waar je binnenkomt. 2 deurtjes. We zitten gewoon hier op de begane grond. En hierachter heb je een zwembad. En een groot bed met een klamboe. Dat is denk ik heel erg belangrijk dat we die dus vanavond gebruiken. En verder is die eigenlijk heel erg simpel. Gewoon met allemaal schattige raampjes en gordijntjes. We hebben een minibar met wat water erin. Hier kan je allemaal kleding ophangen. Een klein kaptafeltje. En dan ga je door deze deur. En dan heb je hier een... eigenlijk je badkamer zonder dak. Dus je gaat onder de sterren en de zon naar het toilet. En ook een douche, dat doe je ook gewoon helemaal hier. Dus ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat zijn. Ik vind het wel echt super leuk eruit zien. En als je dan vanaf ons huisje zeg maar hierheen loopt over de steentjes, dan kom je aan bij heel veel andere leuke huisjes. En dat zijn deze.
En ik had eigenlijk gehoopt om deze te hebben. Want ze hebben zo'n superleuk trappetje omhoog. Maar ik heb net bij de receptie gevraagd en die hadden ze helaas niet meer. Dus dat vind ik wel heel erg jammer. Maar aan de andere kant, we slapen hier gewoon maar één nachtje. Dus het is niet heel erg erg, omdat we hier toch niet heel erg lang zijn. Maar het ziet er wel echt super schattig uit. Dus mocht je hier ook eentje willen boeken, dan zou ik zeker hopen voor je dat je die krijgt. Want die zijn echt wel heel erg schattig. Dat je echt op een soort van verandertje kan zitten. En wij hebben hier gewoon dit zitje ook nog. Nou, we hebben een scooter bij het hotel gehuurd. Kunnen we eventjes een beetje naar wat plekjes afrijden. Dus die staat daar. En we zijn nu hier in de buurt van Dream Beach. Dat is echt super mooi. Het water is ook gewoon een stuk blauwer. Het zand is een stuk witter. Ja, dit is echt net wat tropischer dan Bali. Daar aan die kant waar al die mensen zitten, daar is de bekende Devil's Tear. Maar zoals je kan zien is het echt super populair en heel veel mensen. Dus we zijn ietsje verder gegaan. En hier heb je gewoon helemaal niemand. En ik vind het hier eigenlijk gewoon net zo mooi.